Eerst en vooral een fantastisch verhaal, echt een rollercoaster van een verhaal. Als je eens kijkt in het bestek van, ik geloof dat de tekst iets meer dan 1000 verzen lang is. In het bestek van die 1000 verzen wordt er een enorme tijdspanne overlopen. Er zijn verschillende personages. Het speelt zich over een heel groot gebied af, hè, van Nijmegen in het begin van het verhaal tot Rome op het eind van het verhaal. Maar ik denk het is wel, en dat viel me eigenlijk op, ik heb het naar aanleiding van de canon nog eens herlezen. En nu viel het me eigenlijk op hoe buitengewoon tragisch het verhaal eigenlijk is van Marieke van Nijmegen. Het is, op de oppervlakte lijkt het misschien een beetje een belerend verhaal over het belang van de zonde, van de boete en dergelijke. Maar eigenlijk in wezen is het een heel erg tragisch verhaal, vooral als je bijvoorbeeld als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de Beatrice. Denk aan de Beatrice waar Marieke van Nijmegen heel vaak mee vergeleken is. De twee jonge vrouwen die in contact komen met het kwade, met de duivel, er verschillende jaren mee optrekken en dan eigenlijk tot berouw komen. Als je kijkt naar Beatrice, keert eigenlijk terug naar het klooster. Maria heeft er al die jaren haar plaats ingenomen. Maar voor Marieke van Nijmegen is zoiets niet mogelijk. Ze rot een beetje weg in een 25 jaar lang in een klooster. En alles samen, je begrijpt eigenlijk waarom ze gedaan heeft wat ze gedaan heeft. Ze is een jonge, verstandige vrouw die heel erg geïnteresseerd is om talen te leren, om kennis op te doen en dergelijke. En eigenlijk, je begrijpt waarom ze met de duivel, met die moenen meegaat. En eigenlijk de mooiste periode die ze meegemaakt heeft, is waarschijnlijk die periode in Antwerpen. Waar er heel veel gebeurde, waar ze heel veel leerde, waar ze zelf schreef. Om het heel recent te houden, ik ben een aantal jaar geleden met een aantal collega's uit Nederland, met een historicus en een ander literatuurhistoricus, zijn we begonnen aan een bundel over rederijkers en kenniscultuur, en vroegmoderne kenniscultuur. En Marieke van Nijmegen heeft me eigenlijk wel op dat spoor een beetje gezet. We beginnen de inleiding trouwens ook met dat verhaal van Marieke van Nijmegen. Het is natuurlijk heel fascinerend, hè? Je hebt die jonge vrouw die... Op welke manier verleidt Moenen haar? Maar Moenen verleidt haar niet toe te zeggen van ja, ik ga van u houden, ik ga goed van u zorgen. En bijvoorbeeld zo'n traditionele verhaal, maar zegt nee, ik ga u de 7 vrije kunsten leren. En ik ga ervoor zorgen dat je alle talen van de wereld leert spreken. En daar spreekt ook die buitengewone fascinatie van die cultuur. Het is waarschijnlijk geschreven begin van de 16e eeuw. Voor kennis, hè, om de wereld te leren kennen. En daardoor is het stuk natuurlijk, het is niet enkel een raam op een bepaalde tijd, maar zoals heel veel grote literaire werken, bundelt het een bepaalde tijd toch wel heel sterk. Ook die enorme spanning die toen bestond tussen kennis en geloof, ja, die later in de 16e eeuw dan tot enorme drama's nog zou leiden met de opstand en de scheiding van de Nederlanden en de Inquisitie en dergelijke dingen meer. Dus dat was voor mij wel... Het heeft mij eigenlijk wel getoond hoe levendig die dingen in die 16e eeuw wel waren. Nu, ik denk, het moeilijke bij dergelijke teksten voor het onderwijs is natuurlijk de taal. Dat gaat trouwens niet enkel voor jonge mensen zo. Het is een taal van de late 15e, vroege 16e eeuw. Het Nederlands was dan nog heel erg anders dan nu. Dus daar moet je als leerkracht je eigenlijk altijd overzetten. Tegelijkertijd gaat er ook heel veel verloren als je bijvoorbeeld met een moderne hertaling of enkel met een moderne hertaling werkt. Dus zo'n tekst, ik vind het voor het onderwijs altijd wel de moeite om te proberen, of op zijn minst toch bepaalde fragmenten in het origineel te lezen, omdat je dan toch heel veel van die vorm meekrijgt, ook van die schoonheid van die taal daarnaast. Maar afgezien van de vorm, waarom is die Marieke dan interessant voor jonge mensen, wat kunnen jonge mensen eraan hebben? Ik denk dat het gaat uiteindelijk toch wel in de eerste plaats over een jong iemand die in dit geval haar plaats probeert te vinden in de wereld, die door heel veel dingen aangetrokken wordt. En ik geloof dat jonge mensen zich daar mogelijk wel kunnen in herkennen, misschien nog meer dan oudere mensen in die enorme... natuurlijk, Marieke begaat ook stommiteiten. Ze gaat mee met die persoon, ze smijt zich helemaal in dat verderfelijke, grootstedelijke leven van Antwerpen. Maar ik kan me voorstellen dat zo die bandeloosheid, die grenzeloosheid, nu net iets is wat jonge mensen ook heel erg aanspreekt.